Tiemen uit een Blompot in Nienhoven verlaat zijn zaak in de maand mei 2016. Met welk gevoel gaat u deze zaak achterlaten, Tiemen? Ik denk als ik 10 jaar aan dit tempo een café openhoud, een jeugdcafé vooral, die dag en nacht open is bijna, dat zwaar begint te worden en dat weegt. En daardoor hebben we al toch een jaar of twee de beslissing genomen om een overnemer te zoeken, die vrij moeizaam ging. En ineens was er dat niets. Het is vrij snel gegaan. Ik denk op een maand tijd of zoiets. Ze hebben vrij snel rondgeraakt met de nieuwe overnemer. En daardoor stop ik. Na 10 jaar. Tiemen, kan u ons soms al een tipje van de sluier geven van de nieuwe eigenaar? Zoals bij de Blompot past, is het een jonge kerel van 20. Hij is wel niet van Nienhoven, maar hij is wel een wekelijkse klant. Maar voor de rest zal het... wachten worden tot 21 mei. Zo houden we de spanning een beetje. Hè. Zo kan iedereen de komende weken een beetje hokken wie dat zal horen. Er zijn al verschillende namen de revue gepasseerd. Maar de goeie zat er nog niet bij. Voorlopig toch nog niet. Maar waarschijnlijk zal het wel een keer ergens verraden worden, hè, denk ik. In zijn omgeving of zoiets. Bij ons lukt dat om te zwijgen, maar daar zal het een beetje moeilijker zijn, denk ik. Dus daarmee. En wat zal er dan in mei gebeuren? Wel, er was sowieso al het een en ander gepland, omdat het sowieso ook 10 jaar is dat ik effectief in een Blompot zit. Ik ben op 13 mei 2006 begonnen. Dus we hadden de vrijdag al een quiz gepland. We gaan ook een tent zetten. Deze keer mag ze blijven staan, hè, hopelijk. En de zaterdag hebben we een paar optredens voorzien. Lokale groepen die we gaan laten optreden, vooral de jonge kerels die hier in de Blompot komen, die we de kans gaan geven voor toch een keer op het podium te staan. Dus dat is dan de zaterdag voorzien. En de bedoeling is eigenlijk, mits dat mijn laatste dag is, als eigenaar van een Blompot, moet alles leeg. Dus alles moet op. Dat is de bedoeling. Dus, En is dan effectief de deuren sluiten voor jou in mei? Echt sluiten is het niet. Ik ga vanaf 21 mei om 12 uur s'avonds, s'nachts, ben ik niet meer de eigenaar van de Blompot. Maar ik ga de nieuwe uitbater wel nog een tijdje helpen. Vooral in het weekend, om een beetje de weg te wijzen. Hij heeft een beetje ervaring in de horeca, maar niet zo overdreven veel. Dus ik ga hem de komende maanden die erop volgen, tot na de zomer... blijven helpen. Want als hij dat allemaal alleen moet gaan uitzoeken, gaat dat wat veel worden en dat wat moeilijk worden. Dus ik ga dat niet alleen doen. Mijn moeder gaat ook nog wat inspringen daarbij. Zodat een overgang toch vlekkeloos verloopt. En dat hij er niet direct alleen voor staat, zodat hij ergens in het pak gesmeten wordt. Dus ik ben nog niet direct weg. En zijn er bepaalde tips die je kan meegeven aan de nieuwe eigenaar? Ik kan er zo niet direct op komen op bepaalde tips, maar hij gaat dat zelf een beetje moeten uitzoeken, denk ik. Dus hij zal dat snel ondervinden, wat dat kan en wat dat niet kan. Dus zeker bij jonge gasten zijn bepaalde dingen zeer gevoelig. Dus, Maar hij moet niet direct iets aan het concept gaan veranderen, want het is toch heel succesvol eigenlijk. Hè? Ik denk dat dat niet slim zal zijn voor aan een Blompot iets te veranderen. Ik denk dat hij een Blompot moet laten zoals dat is. Ik heb dat ook gedaan. Een Blompot is bijna al 20 jaar hetzelfde. Al iets meer zo dan 20 jaar. En ik denk dat je daar niks mag aan veranderen. Ik denk van het ogenblik dat je aan een Blompot iets zou veranderen, dat ze nadelig zou kunnen zijn voor een Blompot. Dus gewoon handelijk dat is. Niet meer. En wat zijn uw mooiste herinneringen dan van hier in de Blompot? Een van de mooiste herinneringen, dat is trouwens nog niet zo lang geleden. We hebben hier onlangs zo een weddingschap gedaan, die ik dan trouwens verloren heb ook. Hè. Hier zo'n 60 meter spurt hier in de straat. Zo. We zijn hier aan het terras vertrokken. En aan beide kanten stond 3 rijen dik, denk ik. Dat was toch een van de mooie momenten, zoiets dat gewoon hier op het terras ontstaan is. Zo zotweg van, omdat ze weten dat ik atletiek doe. En wat dat ook altijd fantastisch is, is de carnavalperiode. Hè. We zijn een van de twee locaties waar dat er de stratencarnaval mag doorgaan. Hier en aan het stadhuis. En dat staat hier dan stamvol, allemaal
Die dan allemaal in een bloempot binnenkomen ook. Hè. Dus dat is plezant daaraan. Hè. Dat zijn wel toffe dingen. Ja, en er zijn zoveel dingen die in 10 jaar al voorbij gekomen zijn. Hè. Dus het zal moeilijk zijn om het te verlaten. Maar wat. Voor een bloempot heb ik toch het een en het ander moeten laten vallen. Ja. Je hebt wel een sociaal leven, maar op een andere manier. En ik heb toch mijn sport opzij moeten schuiven. Want ik was toch dagelijks met atletiek bezig. Ik deed ook competitie. Daar ben ik moeten mee stoppen. Nu is dat meer voor het plezier. Ik loop, nu probeer ik terug dagelijks te lopen. Maar dat heb ik toch moeten laten vallen. Dat is een van de minpunten toch. Dus, maar ik kan te heren beginnen. Ik ben nog jong. En wat zijn uw toekomstplannen dan voor na de bloempot? Echt plannen zijn er nog niet. Maar de bedoeling is, het zou toch leuk zijn om in de horeca verder te gaan. Maar toch op een compleet andere manier. Rustiger vooral. Liefst een dagzaak. Geen nachtcafé niet meer, geen jeugdcafé niet meer. Maar iets zoeken dat overdag kan. Dat is de bedoeling. Maar of dat gaat lukken, dat weet ik niet. Er moet eerst een geschikt pand gevonden worden. Ja, een geschikte locatie. En dat zien we wel. Dat zien we wel. En zal het dan ook niet, denk ik, raar doen voor je ouders om de bloempot dan ook een beetje te moeten achterlaten? Want ze hebben hier toch ook wel veel gezeten, hè? Evenveel dan ik, misschien zelfs nog meer dan ik. Maar na 10 jaar zal dat raar zijn, ja. Ik denk dat er vooral mijn moeder wel traantje zal rollen op de laatste dag, denk ik toch. Bij mij weet ik niet, we zullen wel zien. Zo, het zal zeer raar zijn. Vooral als ik om 12 uur zal zeggen wie dat is op 21 mei en wetende dat dat effectief gedaan is. Dus dat zal raar zijn. Ninove Media is het regionale nieuwsmedium voor Ninove en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Ninove en de Denderstreek op ninovemedia@telenet.be of 0495 69 32 72.